De toertocht van CWF Cycling Team uit Ophemert, dat dit weekend plaatsvond, heeft ruim €2300 bijeengebracht. Dit bedrag komt bij de al eerder opgehaalde €20.000. De toertocht, die zowel lopend als fietsend kon worden afgelegd, werd door heel wat belangstellenden verreden dan wel gelopen. Het CWF Cycling Team heeft dit jaar verschillende acties gehouden om geld in te zamelen voor Alpe d'Huez 2018, waarvan deze actie de laatste was. Eerder in het jaar hield men onder andere een oliebollenverkoopactie en een benefietconcert. Het meeste geld werd ingezameld door mee te doen aan Alpe d'Huez 2018. Het team fietste niet alleen de bekende Franse berg op, maar fietste ook in een aantal etappes er naartoe. Hallo, hey. Als je dit nog allemaal mee kan maken, jongen.